Ja, hier is de visie weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Deel nummer 34 alweer, als ik het goed heb bijgehouden. Eerst dan zien jullie gameplay van Matthijs Visser. Hij speelt hier op Strike Zone, Call of Duty Ghost natuurlijk. En hij speelt hier Kill Confirmed en haalt hier ruim 40 kills. Hartstikke lekker om naar te kijken in ieder geval. Daarna heb ik nog een potje free-for-all gameplay van mijzelf erachter geplakt. Natuurlijk op MW3. Waar ik het beste in ben, zeg maar, qua free-for-all. Heb jij natuurlijk gameplay voor mij? Graag naar mij die transferen. Fishnator1980@gmail.com. Vergeet natuurlijk niet te spelen om met de Fish Clan Tech. Dat is ook natuurlijk super tof om dat te zien, Fish Clan Tech. En dan ga ik jouw gameplay gebruiken in ieder geval in mijn Q&A. Want het is eigenlijk meer de bedoeling om een beetje de Q&A van de abonnees... Tenminste, Q&A. Gameplay van de abonnees te gebruiken. Dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Ben stekker lekker hartstikke kaal. Lekker mijn petje op. Ik weet niet eigenlijk of ik hem voor moet dragen of achter moet dragen. Maar ja, dat krijg ik een beetje zelf ondervinden. De webcam trouwens. De webcam. En je ziet waarschijnlijk in het beeld dat het echt strakker is en zo. Ik heb een nieuwe webcam gekregen van Paul en Wendy. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. Dus iemand nogmaals even bedankt natuurlijk ervoor voor mijn verjaardag gekregen. Echt super fijn. Want die andere webcam is gewoon echt op. Klaar. Heb je nog een vraag? Laat het even achter bij de comments. En dan gaan we lekker van slag met de eerste vraag natuurlijk. De eerste vraag is van Bro Video Lol Q&A. Beschrijf je humeur op dit moment en in minimaal 3 woorden en maximaal 5 woorden. En nice Q&A altijd. Thanks. Bro Video Lol. Ik weet eigenlijk niet wat je echt naam is. Ik moet je maar eens achterlaten, want je laat heel vaak vragen achter. Wat mijn humeur is op dit moment. Ik ben hartstikke vrolijk eigenlijk. Ja. Ik ben hartstikke vrolijk. Dat is mijn humeur op dit moment. Ik voel me eigenlijk best wel goed eigenlijk de laatste tijd. Ik zit lekker in mijn vel. En dat is natuurlijk altijd fijn natuurlijk. Dat is wel natuurlijk anders geweest. En dat is wel een beetje op en aan. En soms heb je wel een beetje een mindere periode en zo. Maar op dit moment voel ik me heel erg fijn. Vrolijk. Ja, happy eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Volgende vraag van Dreizen. Nice video. Vind je skip it up? Q&A. Wat vind je het leukste aan een vrouw? Hashtag ja. Wat vind ik het leukste aan een vrouw? Nou, ik vind natuurlijk karakter heel erg belangrijk. En zorgzaamheid natuurlijk. Maar wat ik natuurlijk ook heel erg leuk vind aan een vrouw is gewoon de contentieten. Als ik heel eerlijk ben, ik vind het gewoon heerlijk. Lekker kont, goede kont moet je hebben. Lekkere tieten die je ook een beetje kan vastpakken. Dat is ook belangrijk, ja toch? Dan een beetje kunnen vasthouden in je handen. Daarvoor heb je ze ook, die handen dan. Dus ja. Dat vind ik het leukste aan een vrouw eigenlijk. Ja, natuurlijk moet het gewoon lief zijn, maar dat is bijzaak, zeg maar. Maar tenminste bijzaak. Oh, weet ik niet. Even kijken, volgende vraag. Van... Vrij schrijven. Heerlijk. Alles is zo klein, maar ik moet echt een andere kamer hebben. Ja, ik moet eigenlijk een ander huis hebben, maar dat is een ander verhaal. Van Xponus 01. Q&A. Met welke YouTuber zou je graag een YouTube filmpje willen maken en waarom? Even kijk eens liken. De hashtag zit er goed in. Wie zou ik een video willen uploaden? Misschien met L.A. Voor de chips. Ja, toch? Nee, maar L.A. is ook wel een toffe gast eigenlijk wel. Ik denk dat het wel een super toffe gast is. Om er ook mee om te gaan en lekker mee te lullen en zo. Een YouTube filmpje willen maken, ja. Ja, er zijn wel een paar YouTubers die ik wel volg en zo. Maar iemand zegt van, wil ik per se iets van een filmpje mee maken? Qua kort misschien. Kijk, misschien qua andere dingen zou ik... Wel met bijvoorbeeld YouTube. Ik zou wel een keertje met Kwebbelkop bijvoorbeeld een filmpje willen maken. Ik is een super toffe gast namelijk. En wie dan meer? Met Zoes of zo. Dat soort figuren. Of met Stuk TV. Dat zijn echt. Ja, ik weet niet. Daar zou ik wel eens een keertje een filmpje mee willen maken. Ik heb wel eens een keertje een filmpje gemaakt trouwens met. Dan weet ik weer Cinemates. Met Paul samen. En dat was ook super tof en zo. Ja, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel leuk om te doen. Maar qua kot, ja, zou ik alleen misschien L.E.A. Als grotere YouTuber, hè, kiezen. Ja, toch? Wow, en volgende vraag van Melonator. Even kijken, Q&A. Noem je top 5 Call of Duty games? Top 5, nou, stip op stip. Nummer 1, ME3. Daarna denk ik... Ja, dat is een beetje lastig. Ik denk dat het wel een beetje dicht bij elkaar zit eigenlijk. Ik zou zo zeggen. MW2, Black Ops 1, Black Ops 2. En Call of Duty 4 zitten eigenlijk heel dicht bij elkaar. En dat, je kan zeggen van nou, de ene keer vind ik dat wat beter dan de andere keer en zo. Het ligt ook natuurlijk aan een lobby en zo waar je in zit en zo.
Hackers natuurlijk heb je natuurlijk mee te maken. Maar kwam... ze liggen dicht bij elkaar eigenlijk, die Call of Duty's. Ik vind party games heel erg leuk op Black Ops 2 bijvoorbeeld. Public vind ik wat minder op Black Ops 2. Dus ja, het is een beetje lastig om te zeggen eigenlijk. Ik denk dat, in ieder geval, stipt echt MW3. Ik denk ook niet meer dat er echt zo'n Call of Duty zal komen, helaas. En de rest eigenlijk eronder, zeg maar. Hè? MW2, COD 4, Black Ops 1, Black Ops 2. Zit eronder. Call of Duty Ghost daarna, zeg maar. Dan Advanced War, Fair. Ja, die zit er nog onder. En ik hoop natuurlijk Black Ops 3 gewoon super tof wordt. Ik denk het wel. Ze speelt in ieder geval hartstikke lekker. Volgende vraag, weer van Brovideolog. Q&A, ik heb een kanaal van rond de 3 jaar oud en heb nog steeds maar 51 subs en ben vaak actief. Wat heb je als handige tips voor mij en anderen die dit probleem hebben? PS, blijf goede video's maken. Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk, want ik krijg natuurlijk best wel vaak mailtjes van hey Chris, ik heb een klein YouTube kanaal, kun je hem helpen, kun je hem een shout-out geven, blablabla. Het is eigenlijk een beetje lastig tegenwoordig om, er tussen te komen, hè, als kleiner kanaal. Paul is natuurlijk bezig op zijn tweede kanaal om iedereen gasrollen te geven. Dus dat is natuurlijk super tof. Ik heb natuurlijk ook heel veel vaak dat soort dingen gedaan. Hè, contesten, 16.666 contest heb ik bijvoorbeeld gehad. En daarvoor ook nog een contest rond de 10.000 abonnees. Wat eigenlijk heel belangrijk is, als je een klein kanaal nog hebt, hè, ga duels doen met kanalen van jouw eigen grootte in het begin. En probeer dan wat... kanalen te vinden waarmee je een dubbel kan doen, bijvoorbeeld van de rond de 300, 400, 500 abonnees. Ja, dat is eigenlijk de beste tip en zo. En blijf jezelf, hè. Verzin unieke dingen. Het is lastig, hè. Ik heb natuurlijk ook series die ik denk van, hé, Chris, dat lijkt heel veel op die serie van die YouTuber en zo. Dat is ook heel erg lastig, maar probeer gewoon content te vinden, zeg maar, content te maken wat echt uniek is voor jou. Dat is eigenlijk de allerbeste tip die ik kan geven. En nou, inderdaad die duels doen en verder niks eigenlijk. Ja. Dat is het eigenlijk wat ik qua dingen kan doorgeven. Dat zijn eigenlijk de 2 à 3 belangrijkste dingen die er zijn. Volgende vraag van Joep Overtoom. Q&A, welke talen spreek je? Nou, als er iemand slecht is in talen hier, dan ben ik het wel. Want ik ben echt super slecht erin. Ik had ook echt maar net voldoende, zeg maar, op school. En dat was echt omdat ik gewoon echt mijn best ervoor moest doen om een voldoende te krijgen. Frans ben ik echt matig in. Engels ben ik wel, daar ben ik wel aardig in eigenlijk. Ik kan het wel heel goed verstaan trouwens. Grammaticaal is misschien een stukje minder. Maar dat komt ook omdat ik gewoon veel films kijk en zo. En ik kijk heel vaak niet aan de ondertiteling. Dus ik kan eigenlijk wel goed Engels. Maar dan maak ik domme fouten. Heel erg veel domme fouten. Duits, daar kan ik een beetje verstaan en zo. Ik kan eigenlijk meer talen verstaan dan eigenlijk schrijven. En als ik dan zelf antwoord moet geven op bepaalde dingen, dan ga ik domme dingen zeggen, zeg maar. Terwijl ik het, als ik het luister, denk ik, nou, dan kan ik het heel goed volgen eigenlijk wel. Ook een keertje naar Frankrijk geweest, vakantie natuurlijk. En dan kan ik eigenlijk heel goed gewoon de gesprekken volgen. Dat is eigenlijk best wel stom eigenlijk. Maar qua schrijven en qua reageren, ja... Daar ben ik dus gewoon echt niet goed in, helaas. Dus als je een beetje kan zeggen, nou ja, een beetje Duits, een beetje Frans, een beetje Engels. Zeg maar. Zo, wel Frans, Engels minder, daar meer dan natuurlijk. En ik ben ook heel goed in Nederlands. Dat is ook wel een hele goede, ben ik ook heel goed in. Ja, toch? Oké, volgende vraag van Robbie Rotgengatter. Nice Q&A, fits blijven me vermaken. Top, ik zie je ook altijd in de comments, al heel lang. Wat is de grootste blunder die je gemaakt hebt in je jeugd? Nou, ik heb echt nooit echt een blunder gemaakt. Ja, wat ik eigenlijk een blunder vind van mezelf is eigenlijk, zeg maar... En ik weet niet echt of je het als blunder kan zien. Is gewoon dat ik gewoon niet bijvoorbeeld verder ben gegaan met school. En dat ik er beter mee omgegaan was, zeg maar. Hè? Dus gewoon serieuzer en zo. En dat is echt wel stom geweest, denk ik, bij mezelf. Dan had ik veel meer bereikt in het leven. Natuurlijk kan ik dat nu nog steeds natuurlijk wel meer bereiken. Maar het wordt natuurlijk wel een stukje lastiger. Ik ben natuurlijk wat ouder gaan worden. Dus ik vind dat eigenlijk gewoon een blunder. Ja, ik vind dat een blunder. Ik vind dat ik meer met mijn jeugd moet doen qua school. Zal ik het zo zeggen. En ja. Als ik het met jullie mee mag geven. Doe je best op school. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ik was echt goed op school, hè. Maar ik heb er gewoon echt een takkenzooi van gemaakt. Gewoon. Dus ja. Niet zo slim. Nou, heel snel nog een volgende vraag van Ilse.
Robocop of Terminator? Je bent super tof, dankjewel. Jij ook. Wat ik wel leukst vind is natuurlijk Terminator. Fishinator, Terminator. Wat lijkt het op elkaar? Alleen nu Terminator, de laatste paar films. Ja, sorry. Die zijn wel een beetje uitgemolken. Maar ja, dat is niet anders. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden, jongens. Laat een duimpje achter. Tot de volgende week. Tot de volgende keer. Bye bye.